Hoi, leuk jij naar weer een nieuwe video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. De boodschappen zijn zojuist bezorgd terwijl ik aan het sporten was, hence waarom ik nog steeds er zo bij loop. En Pascal heeft ze aangenomen. Nou weet Pascal 9 niet helemaal wat we besteld hebben. Hij weet het ongeveer. En hij is het aangenomen, hij heeft de spullen voor de koelkast in de koelkast gezet, letterlijk met de tas en al, en het kratje op tafel gezet. En ik kom aanlopen en ik denk, dit klopt niet helemaal. Want er zit vrij weinig in de krat. Ik ga het laten zien wat in de krat zit. Waardoor ik denk, dit bestel ik eigenlijk niet echt zo. We hebben een Crystal Clear. Dit, zover klopt het. Maar dan, 3 pakken Wiki. Gewone Crystal Clear en appelsap. Ik bestel nooit geen appelsap. Of in ieder geval heel weinig. Ik bestel ook nooit geen pakken Crystal Clear. En ik heb van de week bij de Sligro echt 80 kapersen of zo gekocht. Dus ik ga nu echt geen schoolpakjes kopen. En ik mis pasta saus, spaghetti, koekjes, blikken soep, blikken knakworst, dat soort dingen van de week. Dus ik denk, dat klopt hier eens niet. Er zit ook een sticker op aan de zijkant voor een adres ergens anders. Er staat geen klantgegevens, ja, het adres staat erop. Maar niet de naam of een telefoonnummer of zo. Dus ik denk, ik ga die Jumbo bellen. Die is op zondag dicht met de klantenservice. Dan kan je het alleen via WhatsApp doen. Dat heb ik nou wat aan gestuurd. Dat komt niet eens aan. Toen dacht ik, dan ga ik het adres opzoeken voor de mensen die het kratje ontvangen. Van, hey joh, misschien komt hij dan bij jullie aan. Kan je hem gelijk terugsturen met het juiste kratje. Niks aan het handje. Want voor hetzelfde geld zien hun het ook niet gelijk. Google het adres. Telefoonnummer gevonden. Telefoonnummer niet meer in gebruik. Dus dat is jammer. Ik weet nu niet hoe ik het moet gaan oplossen. Plus dat het erg vervelend is. Want ik had dus knakworstjes voor tussen de middag en een aantal producten die ik vanavond nodig heb voor het eten, daar was bij gedaan. En dat kan dus nu niet. En ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Moet ik nu maar gaan wachten tot de klantenservice gaat? Moet ik maar gewoon vast een order aangeven? Joh, ik mis een heleboel producten. Hoe ga ik het überhaupt oplossen? Ga ik dan straks maar naar de winkel? Ik vind dit weer gedoe. Ik vind dit weer jammer. Ik had van de week al zoiets van, oh, ik moet misschien niet meer te veel bij de Jumbo doen. Want het is iedere keer wat. Of ze hebben de producten niet en geven een duurdere vervanging. Of het wordt helemaal niet geleverd. Levertijden zijn enorm fluctuerend. Dan pak je tijdbestek tussen 10 en 12 en komen ze om 11:45. En dan pak je hetzelfde en dan zijn ze er om 8:30 al. Ik word hier een beetje moe van. Dus dit is erg jammer. Ik ben benieuwd. Ik laat even weten hoe ik het wel ga oplossen. Maar minpuntje. Ik dacht, laat wel even het zakje zien wat wel klopt. We gaan een keertje nachos eten en een keertje spaghetti. Dus ik heb gehakt daarvoor gekocht. Jong belegen geraste kaas wordt op de nachos, de spaghetti en er was nog eens waar ik deze kaas voor nodig had. Boterhamworst op de boterhammetjes, een brok kaas, roomboter, Italiaanse groentemix en crème fraîche. Dat is wat we wel hebben. Ja. Kijken wat de rest vandaag nog gaat komen. Ondertussen is het 6:30. Heb ik nog geen enkel reactie gehad op mijn klantenbericht. Ook niet meer door de mensen zelf gebeld van, hey joh, we hebben jouw bestelling ontvangen. Of door de koerier. Je hebt ook niet via de WhatsApp gereageerd. Dus ik dacht, ik heb het toch allemaal morgen nodig. En ik heb het expres vandaag laten bezorgen, omdat ik morgen een hele dag werk. En we dan s'avonds keyboardles en voetbal enzovoorts hebben. Dus ik heb maar even net gehaald bij de Albert Heijn XL, toen ik met de kinderen bij Street Jump was. Dat zit er namelijk naast. Maar daardoor ben ik denk ik wel duurder uit. Maar goed, ik ga in ieder geval laten zien wat ik dus bij de Albert Heijn heb gehaald dit keer. Maar ik had ze kinderen mee, dus. Alleen heb je al wat meer in je karretjes dat je al bedacht is, zeker als je het online bestelt. Dit is alles wat we bij de Albert Heijn hebben gehaald. Ze hebben bij de Albert Heijn ook een gedeelte van de Body & Fit. En ik wou daar toch van de week een bestelling doen, maar dan kan dat iets langer wachten. Dat heb ik hierin al opgehaald. Ik heb de Cookies & Cream van Barbells. De Salted Peanut Caramel. En de White Chocolate Almonds. En de Salted Caramel Flavor Proteïne Bites. Zodat ik wat meer aan mijn proteïne kan komen. Zeker nu ik ook bijna iedere dag krachttraining doe. Ik heb deze staan. Ik weet dat ik daar vorige keer best wel een mooie boost van kreeg. Die heb ik gelijk meegenomen. We gaan een keer spaghetti eten. Dus ik heb pasta saus en brocco's uit alle soorten macaroni en spaghetti. Deze uit. Dus met geen enkele specifieke reden dat deze biologisch moet zijn. Maar deze hebben we dus gekregen. Ze zag ook deze staan. Dus die hebben we ook meegenomen. Dit zijn pop dots. Oftewel een soort van donut holes of zo. Dus die kunnen we eventueel opsnacken. We hebben kroepoek, want we gaan leftover Chinese eten vanavond. Dus we kunnen er een kroepoekje bij eten.
Ik had soep besteld, het was niet gekomen. Het was gewoon één blik groentesoep en één blik uiensoep wat ik had besteld. Uiensoep heb ik gevonden, maar Burko's dus voor tomatencremesoep. Dat is ongeveer de enige soep die ze lekker vindt. Dus die heeft ze, ja, gelijk maar twee blikken dan meegenomen, zodat we er eentje op voorraad hebben. Want vaak is dat niet heel goed leefbaar. De knapworstjes voor morgen. Ze heeft uitgezocht de Prince Mini Stars. Die waren in de aanbieding, tweede voor de halve prijs. En heeft ze deze bij uitgezocht. Vanillekoektrommeltjes. En we zagen natuurlijk ook deze staan. Die mocht ik ook niet laten staan. Dus ik heb er in totaal 6 gedaan. Zodat ze 2 keer met z'n allen eentje mee kunnen nemen. Want we zijn natuurlijk met 3 kinderen. Dus kunnen ze allemaal 2 keer een pakje meenemen. En ik zag ook kruidnoten liggen. Die vind ik natuurlijk ook super lekker. Dus ik heb de originele kruidnoten meegenomen. En we eten een keertje boerenkool. Dus ik heb sampot, dus ik heb rookworst meegenomen. Dat was het allemaal van de Albert Heijn. Ondertussen is de kerstbestelling ook binnen. En het is weer een heleboel. Ik weet niet precies hoeveel het is. Omdat je moet gelijk afrekenen op het moment dat je het bestelt. En het wordt automatisch afgeschreven als je bijbestelt. Maar het zal even hier zetten. Als ik het zo zie, ben ik wel helemaal blij. Alles gaat er weer. Ik weet dat een heleboel van jullie in de comments hebben gezegd van het is super duur, ik ben ermee gestopt, want... En ergens begrijp ik dat, omdat je voor je gevoel heel veel geld uitgeeft voor heel weinig producten. Maar de kwaliteit, hoe lang het goed blijft... plus als je het echt gaat vergelijken met de Jumbo en de Albert Heijn, is Crisp echt niet duurder. Ik vind dat ik echt geld aan het besparen ben, omdat het gewoon kwalitatief gezien ook allemaal veel beter is. Ik heb deze week ook geprobeerd wat meer van hun recepten te gaan toepassen. Dan kan je op een recept klikken en dan krijg je gelijk alle ingrediënten. Nu heb ik daar wel wat aanpassingen op gedaan, omdat sommige producten bij Jumbo dus toch goedkoper waren. Maar al met al was het dus zoveel. En ik ga gewoon jullie allemaal laten zien. Dit keer ligt echt heel mijn aardig vol van de crisp. Allemaal lekkere dingetjes. Ik heb dus selderijdingetjes. Ik ben eigenlijk niet van plan om deze week heel veel van die sapjes te maken. Maar ik wil wel wat meer selderij gaan eten als tussendoortje. Dus bijvoorbeeld met pindakaas of gewoon om zo de rauw te eten. Omdat ik wat meer gewend ben aan de smaak. Ik heb kastanje champignons. Ik weet eigenlijk eten die niet goed waarvoor. Maar als ik het weet zal ik het onderin zetten. Boerenkool. Dit keer wat we boerenkool stamppot gaan eten. Rucola sla voor mijn salades. We eten een keertje nachos. En ik zag dat ze van die guacamole in tomatensalsa los verkochten. Of tenminste, ik heb wel het pakket genomen, maar dan kan je deze ook loskopen. Dus die heb ik besteld. En we hebben mandarijntjes, appels van het appelpakket, druiven, rode druiven, komkommers, ook voor de salades en zo. Frambozen op verzoek van Pascal, die vindt die heel erg lekker. Blijkbaar had ik ook het pasta recept van de crisp, dus ik had niet per se deze nog hoeven kopen, net bij de Albert Heijn. Maar goed, dit soort dingen blijven super lang goed. Dus helemaal prima. Ik heb weer mijn boek kwijt, crackertjes. Hier zitten de cherrytomaatjes in. Ik heb deze gekocht. Die zat van de keer, denk met de herfstvakantie. Ik weet niet of ik het heb laten zien. Zat die in mijn tapasplankjes pakket van de crisp. En deze zijn super lekker. Dus die heb ik nu losbesteld. Ik denk, ik hoef niet alle kaasjes en worstjes, maar dit is zo lekker. Ik heb witte puntjes besteld voor de knakworstjes morgen bij de soep. Die heb ik nu bij de crisp besteld. Eerder gezegd is het brood bij hun ook echt super lekker. Dus ook maar weer gehaald. Ik had er waarschijnlijk ergens broodkruimels voor nodig. Ik weet even die even niet waarvoor. De nachos, de tortilla chips voor de nachos. IJsbergsla. Ik heb kippendijfilet besteld. Zodat ik daar die kan marineren en in stukjes kan invriezen. Zodat ik dat weer heb voor mijn salades. Voor een beetje afwisseling. Blauwe bessen. Roodlof. En dan de groene appels en een citroentje extra. En 2 keer serranoham. En dan bedenk ik me net dat ik ook alvast een zak in de vriezer heb gedaan. Die zal ik ook nog even laten zien. Dit is de zak van de vriezerspullen. Die had ik alvast even in de vriezer gedaan. Want dit kwam allemaal net toen ik de kinderen op bed aan het leggen was. Of naar boven liep daarvoor. Dus dacht, dan doe ik dat zakjes. Bij mijn bestelling zat roomijs in de smaak croissant. Zat er gratis bij. Dat heb je soms van die producten. Dat je dan een soort van promotie iets. En ik denk dat ik ook gelijk de croissantjes. Ja, de roomboter croissantjes heb besteld. Die zijn echt super lekker.
Ja, blijft je huis ook heerlijk ruiken. Kinderen zijn er helemaal weg van. Dus hebben dan ook even wat extra's in huis gehaald. Zodat we die ook kunnen gaan afpakken. En dat was het dus allemaal voor heel mijn crushbestelling. Zoals altijd zet ik onderin de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. En eventueel de linkjes naar de receptjes als ik die kan vinden. Ik wil jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei doei!